kijkers. Bij mij is aangeschoven Wilma Tekens van de atletiekvereniging Start. Normaal ben ik gewend om het een en ander voor te bereiden, maar dat is helaas niet gelukt. Maar ik denk dat we toch wel tot een goed gesprek kunnen komen. Wilma, de atletiekvereniging Start, wat doe jij daar? Ik ben de voorzitter en dat ben ik sinds 2007. En ik heb Kees van Buren opgevolgd, die daarvoor iets van 16 jaar voorzitter geweest is en met een aantal sportieve enthousiastelingen atletiekvereniging Start opgericht heeft. De vereniging op dit moment, uit hoeveel leden bestaat die? We hebben ongeveer 200 leden, waarvan de helft ongeveer actief loopt. En de andere helft eigenlijk de atletiekvereniging een warm hart toedraagt en als vrijwilliger meedoet. En ik heb ook gezien behoorlijk wat activiteiten. Klopt. Allerlei groepen zijn er. Ja, ja. En ja, u mag vertellen waaruit de groepen bestaan. Ja, ja. We hebben op maandagavond hebben we een groep die doet intervaltraining. En op woensdagavond hebben we een groep die doet duurloop. Dan hebben we ook op dinsdagavond een groep die doet, dat zijn eigenlijk beginners en gevorderden die op alle niveaus mee kunnen doen. En daar doen we ook intervaltraining. Dus maandagavond intervaltraining, dinsdagavond intervaltraining, woensdagavond een duurloop. Donderdagavond hebben we een groep voor de jeugd. En dan is er op zondag is er een groep die om 10 uur een interval doet van ongeveer 5 kilometer. En er is een groepje die om 9:30 begint met een lange duurloop. En dan zijn er nog een aantal mannen die in voorbereiding zijn, vaak voor een marathon, die dan om soms 9 uur of 8:30 starten voor een zeer lange duurloop. En dan heb ik het over 20 kilometer. Nou ben ik heb gezien ook op de site dat er op een gegeven moment, er stond een bepaald trainingsschema, heb ik kunnen vinden. Ja. Als je helemaal niet loopt. Nou ben ik bijvoorbeeld iemand die op dit moment helemaal niet loopt. Nee. En ik zou weer willen gaan lopen. Kan ik dan bij jullie vereniging terecht? Ja. Het is zo dat we voor de beginners starten. De bedoeling is dat we elk jaar een beginnerscursus starten voor mensen die nog helemaal niet gelopen hebben en echt vanaf nul beginnen. We zijn in september zijn we met de eerste beginnerscursus gestart voor dit jaar. En daar waren 22 deelnemers. En het doel van die beginnerscursus is dat men dan na 3 maanden een duurloop kan doen van 5 kilometer. En Arie Visser doet deze training. En hij bereidt ze voor op de oliebollenloop in Schoonhoven. Die is altijd oudjaarsdag. Dat is dan 6,4 kilometer. En ja, dat is voor die beginners natuurlijk geweldig om vanuit nul aan één stuk dan 6,4 kilometer te kunnen lopen. En dat is leeftijdsonafhankelijk? Ja, dat is de jeugd. Ja. Zeg maar de jonge jeugd, die willen we dan naar de jeugdgroep hebben donderdag. Maar dat is leeftijdsonafhankelijk, want er zijn een aantal die hebben mij ook een e-mail gestuurd van goh, zou ik het nog kunnen doen? De oudste die zich opgegeven heeft is geloof ik 55 jaar. Dus ik vind het leeftijdsonafhankelijk. Ik loop zelf ook nog. Ik word over een maand 60. Dus het is leeftijdsonafhankelijk lopen. Ik word over een maand 65. Zou het voor mij nog interessant zijn om dat te gaan doen? Ik denk het zeker. Je moet je realiseren dat je het heel langzaam en verantwoord moet opbouwen. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En je lichaam geeft het vanzelf aan als je dan het langzaam opbouwt. En je doet dat 3 keer per week. Nou, dan ga je een conditie opbouwen. Dat is geweldig. Oké, dat was wel even belangrijk. Ik heb begrepen dat sowieso het lidmaatschap en die beginnerscursus, het mag financieel geen onoverkomelijk probleem zijn om daaraan deel te nemen. Nee, absoluut niet. Het lidmaatschap van Start is €30 per jaar. En de beginnerscursus, dat is dus een cursus van 3 maanden.
Dat kost €15. Dus voor het geld zou ik zeker zeggen van nou mag dat geen belemmering zijn. En het goede van die beginnerscursus is dat het ook stimuleert. Want in een groep ben je veel eerder geneigd om consequent te trainen en met elkaar op te gaan in de prestatie. En we hebben nu van de huidige beginnerscursus die dus aan de oliebollenloop meedoen, hebben wij al verschillende aanmeldingen om lid te worden van Stad. En dat is ook onze bedoeling. Ja. We willen graag weer zeg maar leden aanwas hebben. En dan moet je gewoon ook zo'n beginnerscursus starten om mensen over de drempel te halen. De vereniging op zichzelf, kan die zich financieel bedruipen? Ja, we hebben, behalve dan het lidmaatschap geld, hebben we als hoogste onkostenpost eigenlijk de huur van het ijsclubgebouw, waar we dus vanuit waar we vertrekken door de weeks. En de wedstrijden worden ook gesponsord. En daar kopen we ook de prijzen van. En we proberen eigenlijk elk jaar de begroting neutraal te houden. In de zin van dat de inkomsten en de uitgaven elkaar moeten dekken. Dus we zijn in dat opzicht, kunnen we het financieel redden, goed redden. Oké, nou ja. dat is heel belangrijk voor een vereniging. Dat je niet afhankelijk bent van echt alleen maar van sponsoren en andere gelden. Ik zei het al voordat we aan de muziek begonnen, de natuurmarathon. Ja. Voor jullie, is het een uniek iets in Nederland? De natuurmarathon, het parcours is zeker uniek. Er zijn wel vergelijkbare mooie marathons. In Friesland is er eentje op de dijk gehouden toen bij Friesland 2000. En maar het parcours is zeker uniek, omdat van de 42,2 kilometer gaat zeker een derde gaat over onverharde paden. Het is een parcours wat bijna geheel autovrij is. En in dat opzicht denk ik dat hij uniek is, ja. Hoeveel keer is de natuurmarathon nu gehouden? We hebben hem nu voor de tweede keer gehouden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hem eenmalig te houden, want het vergt een hele organisatie. Ja. Maar de eerste keer was een dusdanig succes, zowel qua organisatie als qua beleving van alle deelnemers en de vrijwilligers die daarin meegedaan hebben, dat toen gezegd is van goh, we hebben toch een goed draaiboek. En uiteraard zijn er altijd punten die voor verbetering vatbaar zijn. En vandaar dat we ook gezegd hebben van goh, we willen hem graag nog een tweede keer organiseren. We hebben toen wel, want hij wordt ook vrij goed gesponsord, want het heeft best een naam inmiddels gekregen. We hebben wel, de eerste keer was het, de deelnemersbijdrage was heel laag, was €10. Door de sponsorbijdrage hebben we dat ook financieel goed kunnen redden. Want als je het vergelijkt met Rotterdam, waarin je eigenlijk €75 deelnemersgeld betaalt, is dit natuurlijk heel weinig. En de tweede keer hebben we het deelnemersgeld wel verhoogd om te zorgen dat we in ieder geval weer dekkend zouden kunnen zijn vanuit de verwachting dat we minder sponsorbijdragen zouden krijgen. Het aantal deelnemers vergeleken met de eerste keer, was het veel groter dit jaar? Nee. De eerste keer hebben we ongeveer zeg maar zo 150 deelnemers gehad. En de tweede keer hebben we 135 deelnemers gehad. Ja, ongeveer. Je zou dan verwachten inderdaad van het eerste keer succes geweest en de tweede keer zou het dan zou meer kunnen zijn. Ja. Het ligt wel in de bedoeling, mag ik dat jullie dit jaarlijks gaan doen of is dat een te zware belasting voor de vereniging? Jaarlijks zou ik niet willen zeggen. Het is wel de bedoeling om nog een keer te organiseren. Want er doen heel veel vrijwilligers doen er aan mee. En het is er is een aparte marathoncommissie die ook de hele organisatie voor de rekening neemt. En zolang je afhankelijk bent van vrijwilligers, zou ik nu niet durven stellen dat we dat jaarlijks willen organiseren. Maar het draaiboek ligt er, het enthousiasme is er. Het is ongelooflijk succes. En zolang dat een succes is, willen we ermee doorgaan. Nog even dan het laatste onderwerp. De marathonlopers, laten we zeggen de wedstrijdtak. Ja. Hoe is het niveau? Wat zijn de tijden van die jullie beste lopers lopen?
ongeveer? Die bandbreedte is erg groot. We hebben een hele snelle loper die loopt een marathon in 3 uur op dit moment. En ik heb zelf vorig jaar met de natuurmarathon meegedaan en ik heb er 4 uur en 48 minuten over gedaan. Dat is, maar dat vind ik, alleen het volbrengen van 42 kilometer en 195 meter is op zichzelf natuurlijk al een enorme prestatie. Ja. U hebt daar ook volop voor getraind. Ja, dat is zo dat op het moment dat je een basisconditie hebt, dan ga je 3 maanden voor de marathon ga je intensiever trainen. De afstanden ga je vergroten en je traint, normaal train je 3 keer per week. Op een relaxte manier. En dan voor de marathon ga je 4 keer per week minimaal trainen. Zijn er verder voor het, dat is de allerlaatste vraag, voor het komend jaar staan er nog bijzondere dingen op stapel? Dat zou ik in eerste instantie niet weten. Wat voor ons wel van invloed is, is dat natuurlijk de ijsclub opgeheven verplaatst gaat worden. Dat heb ik dinsdagavond gehoord. Ja, en dat betekent dat wij ook een tijdelijk ander onkomen moeten gaan vinden. En we gaan met de gemeente in overleg waar dat zou kunnen zijn. Er zijn eigenlijk mogelijkheden genoeg. Maar dat is wel een verandering, want het honk wat we al jaren hadden, dat gaat veranderen. Maar goed, het biedt misschien ook weer kansen om vanuit de elders te vertrekken. Oké, ik wens u veel succes in 2011 met uw vereniging. Ja, en dank u voor het interview. Oké, graag gedaan. Okay.